lachen, niet te lachen. Ik ga een beetje lager doen. Pap, 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 let's go. En blijf naar voren kijken. Let's go, let's go, side to side. Mooie slijp, mooie slijp, mooie slijp. Side to side, side to side. Willen naar beneden, willen naar beneden. Even hier, heel mooi. Ja. En blijf ervoor kijken, blijf ervoor kijken. Oké. Van voor naar achteren. Van voor naar terug. Keep it low. Zit er op de elva. En blijf ervoor kijken. Ja. Pap, 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 pap. En naar voren, achteren. Kijk naar voren. Probeer het uit de hand. Mijn naam is Henk Maknak. Ik coach al heel lang. Ik coach al vanaf de jaren 80. Coach ik al. Wat ik verwacht van de wedstrijden. Het is moeilijk in te schatten. Het is voor het eerst dat de meisjes meedoen in Consuda verband. Dus ik ken de sterkte niet. Ik weet wat wij kunnen. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar we hebben nog een paar trainingen te gaan. Dus we moeten nog echt de puntjes op de i zetten. Zodat iedereen echt begrijpt wat hun rol is en wat ze moeten doen. Zodat we als team zo optimaal mogelijk straks voor de dag komen. De voorbereiding, we hebben, dan ken ik de juiste datum niet. Maar we trainen nu zeg maar een maand of twee, misschien ietsje langer. 3 keer per week en soms zelfs 4 keer. En hebben ze een oefenwedstrijdje gespeeld. De strategie wat ik heb uitgestippeld, ik begin altijd vanuit mijn verdediging te werken. Dus ik wil een goede verdediging hebben. En het is tot nu toe ook succesvol gebleken. Met zowel de meisjes als de jongens hebben een sterke verdediging. En ik besteed ook veel aandacht aan de afronding, want daar schort het nog wat aan. Wat de motivaties zijn voor andere kinderen om aan sport te doen. Nou, kijk sowieso naar deze meisjes. En ja, het is voor ieder heel belangrijk om te sporten. En eigenlijk moeten we dat al vanaf de school, vanaf de lagere school zou dat moeten. En het zou het mooiste zijn als het door de overheid geïnitieerd wordt van hey, wij moeten meer gaan bewegen. Want bewegen is gewoon goed, is gezond. En we moeten blijven bewegen. Wat leuker is, ervaring of winnen. Ik denk dat het een combinatie van is. Ik ben een coach die wel altijd kijkt om te winnen. Maar soms moet je ook als coach, en dat heb je als coach, zie je dat snel in. Van hey, we zijn er nog niet. En dan is de ervaring weer heel belangrijk. Andersom, als je al behoorlijk wat ervaring hebt, dan ga je natuurlijk er anders mee om. Als ik bijvoorbeeld nu naar de U16 meisjes kijk, die hebben al wat ervaring. Maar dan gaan we dus absoluut kijken naar het winnen. Wij gaan proberen zo ver mogelijk te komen. Nu kan ik het heel moeilijk inschatten. En ik wil niet een lat heel hoog leggen, terwijl die misschien niet haalbaar is. Omdat de tegenstanders zoveel verder zijn. Dus het is nu even ervaring opdoen. Maar blijkt het tijdens het toernooi dat er meer valt te halen, dus dat we ook wedstrijden echt kunnen winnen, dan zal deze coach altijd voor winnen ook gaan. Mijn naam is Tamisha Schillevoort. Mijn motivatie was mijn vader, want hij speelt ook basketbal en meerdere familieleden ook. En ik vind het een hele leuke sport. Ik vind dat ons team het heel ver heeft kunnen schoppen in een competitie als we hard werken, want we hebben veel talent. De trainingen zijn wel zwaar, maar het is omdat we hard moeten werken. Vooral hoe we ook minder lengte hebben dan de rest. Voor ons team is het de eerste keer dat we mee gaan doen, maar voor mij is het de tweede. Het is heel leuk, het is goed voor je gezondheid en als je hard werkt kan je ook in het buitenland gaan spelen. Dat motiveert.